Het leven van een paddenstoel. Eigenlijk gaat het leven van een paddenstoel altijd in een rondje en telkens opnieuw. Ik ga je nu vertellen hoe dat in elkaar zit. Als we een hele paddenstoel hebben, dan vallen de sporen uit de plaatjes. De sporen ontkiemen en twee sporen ontmoeten elkaar. De zwamvlok ontwikkelt zich en de paddenstoel ontstaat. De plaatjes worden gevormd en de paddenstoel gaat open. En dan begint het rondje weer opnieuw. Dan gaan weer de sporen uit de plaatjes vallen.